In deze film leg ik uit hoe je eenvoudig deze kubus maakt. En om die kubus te maken heb je gewoon drie foto's nodig, want je ziet drie zijdes van deze kubus. En de drie foto's die ik in dit geval gebruik, dat zijn foto's van koeien. Want koeien zijn grappige beesten. Ik heb de drie foto's geopend in Photoshop, maar dat is nog niet meteen hetgene waarmee ik ga beginnen. Ik ga eerst beginnen met gewoon een nieuw document. En dat doe ik via bestand nieuw en ik kies daaruit 1920 bij 1080 als preset. En de achtergrond die maak ik in dit geval gewoon grijs. Wat ik nu moet gaan doen is hier eigenlijk gewoon een kubus in gaan maken. En ik kan eerst die kubus gaan tekenen en dan de foto's daarin plakken. Um, ik ga dat echter een klein beetje anders doen. Ik ga een grid maken en die grid die gaat eigenlijk gewoon de hoekpunten van mijn kubus weergeven. Daar heb je misschien wel een klein beetje ruimtelijk inzicht voor nodig. Heb je dat nou niet, dan kan het wat lastig worden. Ik ga om te beginnen eerst zorgen dat de linealen aanstaan. En dat doe je eventueel met de sneltoets Ctrl-R. Nu zijn ze weg. En als je hem indrukt, Ctrl R, dan zie je de linealen tevoorschijn komen. En ik ga gewoon in de lineaal staan. En je ziet dat mijn loepje dan verandert in een pijltje. En hou ik nu de muisknop ingedrukt, dan kan ik daar gewoon een hulplijn naar het midden slepen. Laat je de muisknop los, dan zie je dat deze cyan-kleurige hulplijn is ontstaan. En nu ga ik een vierkant vlak maken. En dat doe ik via de selectie-tool. En het vlak wat ik ga maken, dat maak ik met. Een vaste grootte. En die maak ik in dit geval 600 bij 600 pixels. En ik klik gewoon één keer in mijn lege document. En daar staat opeens een vierkant. Van 600 bij 600 pixels breed. En als ik dat richting de blauwe lijn sleep, dan valt hij er op een gegeven moment als een magneetje tegenaan. Nu ga ik nog meer hulplijntjes uitzetten. Dus ik ga naar de lineaal. Ik hou de muisknop ingedrukt. En die laat ik klop. Tegen het andere kant van mijn selectievlak aanvallen. En dat doe ik ook boven en onder. En hiermee heb ik nu een vierkant gecreëerd. En dit vierkant is dadelijk gewoon de voorkant van mijn doosje. Maar ik moet bovenin en aan de rechterkant ook nog wat lijntjes uitzetten. Alleen die vallen niet binnen dit vierkant. Die doe ik dan weer met andere waarden. Ik maak het doosje de helft van mijn hoogte diep, zeg maar. Dus de hoogte wordt in dit geval 300. En dit hoekpunt moet dus gewoon 300 naar achteren en 300 naar rechts. Dus ik maak in dit geval van de breedte 900 en ik klik weer. En ik ga dit gewoon netjes erboven zetten. En nu ga ik het hoekpunt achterin definiëren met twee hulplijntjes. En ook aan de onderkant heb ik een hoekpunt. Dus ik sleep mijn selectie wat omlaag. En ik sleep daar een lijn op. Vervolgens kan ik mijn selectie opheffen en nu heb ik in feite al uh, alle hoekpunten van mijn kubus gedefinieerd. En is het dus eigenlijk zaak dat ik daar gewoon de foto's van de koeien in ga leggen. Ik ga gewoon naar de eerste foto. Dit wordt dadelijk de bovenkant. Ik ga een vierkant selecteren, dus dat doe ik met een vaste verhouding. En vierkant is natuurlijk 1 bij 1 en ik sleep gewoon een kader. Dit vind ik goed, dus dit wil ik behouden. Ik ga naar afbeelding, uitsnijden en ik heb een vierkante foto. En deze ga ik vervolgens plaatsen in mijn andere foto. En hij is gewoon veel te groot. Dus ik zoom uit en via het verplaatsgereedschap hierboven krijg ik de hoekpuntjes erbij. En als je dan de alt ingedrukt houdt en je sleept de hoekpunten naar binnen, dan wordt de foto gewoon gecentreerd kleiner. En dat is eigenlijk wat ik wil. Deze foto moet dadelijk bovenop komen. Dus die sleep ik nu nog even gewoon naar boven. Want ik wil eigenlijk beginnen met de voorste foto. En dat is deze. Ook die sleep ik gewoon een vierkant eroverheen. Ik snij hem uit. Ik klik op de foto. Ga naar mijn nieuwe document. En ik laat hem los. En via het verplaatsgereedschap maak ik hem wat kleiner. Laat ik deze foto eerst even plaatsen aan de voorkant van mijn kubus. En de lijntjes zijn magnetisch, dus ik kan hem gewoon heel makkelijk daar uitzetten. En ik kan hem ook gewoon met het hoekpunt naar de andere hoek brengen. En als hij goed is, klik ik hierboven op het vinkje of je kunt dubbelklikken of op enter drukken. Nou, laten we dan ook meteen de bovenste foto goed gaan plaatsen. Ik heb in dit geval bij het selectiegereedschap de automatische selectie niet aanstaan. Dat zou ik wel even doen. En als je dat doet klik je gewoon op de foto gaat hij automatisch naar de goede laag. Maar deze foto is dus eigenlijk gewoon ja, totaal nog niet geschikt. Ik zet hem even gewoon binnen de lijntjes. Want wat ik moet doen is gewoon dit hoekpunt moet naar dat hoekpunt, dat moet netjes aansluiten. Wat ik eerst ga doen is gewoon de foto op breedte maken. Pak je hier het punt en ga je dat uitslepen, dan wordt de hele foto groter. Dus wat je moet doen is tijdens dat proces de shift ingedrukt houden. En dan gaat de foto maar over één lengte. Nu is de breedte van de bovenkant is goed, alleen hij staat nog niet in het goede punt. Dan moet ik dit hoekpunt daar neerleggen, maar dat hoekpunt moet ook meteen mee opschuiven. En dat kan ik doen tijdens het transformeren door het scheef trekken. Dus als je boven een pijltje gaat staan en je klikt met rechts, dan krijg je een aantal opties. En de optie die je moet hebben dat is schuintrekken. En als ik nu in dit punt ga staan. Dan kan ik gewoon naar rechts en je ziet, het sluit gewoon prima aan. En ik laat hem los op dit punt. En ik druk op het vinkje. Dus nu is ook de bovenkant van mijn foto af. Dus nu is ook de bovenkant van mijn doosje af. En vervolgens pak ik de laatste foto. En die is volgens mij al vierkant. Net niet helemaal. Dus ook daar trek ik een vierkant over en die snij ik uit. En ook deze sleep ik naar de foto met het doosje. Wederom te groot, dus ik maak hem weer kleiner totdat hij gewoon past. En ik ga hem al meteen een beetje op de juiste plek zetten. Zoiets als dit. Deze moet ik wat hoger maken. Dus ik ga dit uittrekken en met de shift ingedrukt houden trek ik hem naar het volgende lijntje. En ik moet hem ook aan deze kant naar boven schuiven. Dus ik klik met rechts, klik op schuin trekken. En ik trek dit punt richting deze kant. En ik heb vervolgens alle drie de foto's geplaatst. Eigenlijk is het grootste werk al gewoon gedaan. Nu kun je de lijntjes kun je weer verwijderen. Dus ik zit nog steeds in het verplaatsgereedschap. Ga ik boven de lijntjes staan, dan zie je dat mijn cursor verandert. En dan hou ik hem dan ingedrukt, kun je hem op de lineaal laten vallen en is hij weg. Maar je kunt de lijntjes ook gewoon ja, verbergen. En dat doe je met het commando Ctrl-H. En dan zijn ze in één keer allemaal weg. Wat wil ik nu nog? Ik wil ook nog gewoon witte lijntjes om mijn box heen. Dan ja, krijgt hij gewoon net iets meer cachet. En dat doe ik door in dit geval de bovenste laag te selecteren. En te dubbelklikken in een leeg gedeelte. Ik krijg dan de laagstijl opties. En wat je moet hebben, dat is de optie lijn. Dus ik ving dat aan. En je ziet er komt in dit geval bij mij al een wit lijntje omheen. Maar je kunt, als je op het woord lijn klikt, krijg je de opties daarvan. Je kunt eventueel nog gewoon de grootte veranderen. Ik vond 5 pixels wel netjes. Of eventueel ook nog gewoon de kleur. Stel je voor dat jij een andere kleur wil. Ik hou het gewoon lekker op wit. En nu heb ik dus een lijntje om mijn foto staan. En dit effect wil ik ook doorkopiëren naar de andere lagen. Het effect komt er hieronder bij te staan. En als je het gewoon met rechts opklikt, dan kun je zeggen: De laagstel kopiëren. En ga je dan naar een andere laag, dan kun je er met rechts op klikken en kiezen voor De laagstel plakken. En als je dat doet, dan zie je dus dat je witte lijntje gewoon keurig doorgekopieerd wordt naar alle andere lagen. En vervolgens kun je hier op het pijltje omhoog klikken om die laagstel-opties weer te verbergen, dat het allemaal wat overzichtelijker wordt. Dus nu is mijn kubus af, wil ik er alleen nog een mooie schaduw omheen hebben. En dat kun je niet per laag doen, maar dat moet je met alle lagen in één keer gaan doen. Dus wat je doet, je houdt de Ctrl ingedrukt en je selecteert alle lagen. En als je dan op Ctrl G drukt, dan zet je al die lagen in een groep. Deze groep noem ik dan even Doosje. En ik kan ook op een groep een schaduw gaan laten vallen. Dus ik dubbelklik in een leeg gedeelte. Ik kom weer aan in het laagstijlen menu. En in plaats van lijn kies ik nu hieronder voor slagschaduw. En je ziet er valt een schaduw rondom mijn doosje. Klik je op het woord, dan kom je bij de opties aan. En eventueel kun je dus nog gewoon wat dingen aanpassen. En als je tevreden bent, klik je op OK of je drukt op Enter. En ik heb op dit moment dus gewoon mijn doosje. Wil ik ook mijn achtergrond nog vervangen? Dus ik open een nieuwe foto via openen. En de foto die ik moet hebben, die heet gras. Nou, daar is hij. En deze sleep ik ook gewoon naar mijn doosje. Laat ik hem er bovenop vallen en zet ik hem onder het doosje. En met het verplaatsgereedschap zet ik hem gewoon wat mooier in het midden. En ik maak de laag in plaats van dekking 100 een klein beetje zachter, dat het doosje er iets meer uitspringt. Zeg rond de 60%. En op deze manier maak je dus gewoon een leuk doosje. Wil je het doosje nou nog verplaatsen over je foto, dat kan ook nog. Je klikt gewoon op de laag. Je zorgt dat de automatische selectie uitstaat. Of hij moet op groep staan. En vervolgens kun je je doosje dus ook nog gewoon compleet verplaatsen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!